dat bult zit erbij. En ja, deze man die heeft een strot, jongens. Ik bedoel, dat bewees je al met de Dizzy Mens Band. En dan gaat het vanmiddag hier tijdens dat feestje van Exit. Gaat dit nog een keer doen. Dames en heren, ik heb een geweldig applaus. Hier is Jack Moes. Meneer Meulenbroek, of ben je net aan het afslaan? Nee, ik sloot de rij maar af. Ben aan het handelen? Ik sloot de rij maar af. Ik dacht bij jou de auto's allemaal voor de vaste prijs waren. Nee, natuurlijk niet. Dat kent ik ook niet, of wel? Hey, straks in elke auto van jou zo'n cd'tje? In elke auto? Van jou? Ja, dan ben je er zo uitgegeven, want er zijn er maar een paar die ik heb Even weer zeggen, waar is jouw garagebedrijf? Wat zeg je? Waar zit jouw bedrijf? Autobedrijf Horten, in Horten. We willen het leuk zo, hè? Ja, vind ik mooi. Ja, hè? Ik ook. Maak het even reclame, we hebben staan voor auto's. Ja, een stukje reclame. Van 500 tot 10.000. En goede garantie? Alleen maar goede garantie. Van het einde van de straat tot het einde. Van het begin van de straat tot het einde van de straat. En zo is het. En wat doe je nou bij Exit vandaag? Ik ken die mensen van vroeger. Dat is eigenlijk een beetje onze leeftijd allemaal. En eigenlijk dit soort dingen, die gebeuren maar heel weinig in een bos. Dus vandaar dat we hier ja, eigenlijk in zijn gewoon. Alleen ik had het wel een beetje drukker verwacht. Nee, maar het wordt nog druk. Zijn er genoeg verkocht? Ja. Oh, want wat wij hoorden was van dat er heel veel mensen heen zouden gaan. Nou vind ik het nog een beetje, maar ik hoop wel wat jij zegt. Komt goed. Inderdaad, drukker wordt. Komt goed. Jawel, ik pak mijn cd'tjes terug. Nee. Maar nog niet. Dat is waar. Hou het maar ook dan. Dat doe ik ook. Ben er maar blij mee. Ferry. Dat is goed. Ook bij Exit. Ja. Herinneringen aan Exit? Ja, eventjes terug, hè. Wat is jouw mooiste herinnering uit die tijd? Ja, toch wel dat je vrijgezel was en een beetje kon gaan jagen, hè. Nou, stel nou voor, hè, dat dit een knop is waar je op kon douwen en je kon terug de tijd. En... Ja, dan had ik wel. Ja, helemaal. Had ik wel. Echt waar? Ja, zweer ik. Ja, maar je hebt toch ook een goed leven nou? Ja, super. Maar dat heb ik allemaal zelf gedaan. Maar ik heb ook hele goede herinneringen van toen, zeker. Ja, prachtig, hè. Zou ze graag ook willen doen. Heel graag. Nou, zullen we samen drukken dan? Ja, graag. In 2008 had hij een hit. Gewoon uit een bos, een hit. Dus over een jaar of 25, 30... Dan hebben we hier weer zo'n feestje, maar dan rondom hem, want omdat het dan intussen ook alweer, even tellen, 35 jaar geleden is. Dames en heren, uw applaus graag voor Arno Verduin! De tijd die staat nu even stil, omdat ik er even aan moet wennen. Dat ik alleen wakker word. En dat je hier niet meer zal zijn. Altijd zei ik tegen jou, wat moet ik zonder jou beginnen? Maar het liedje gauw, jij ging toch weer van mij. Thank you.
Mag je? Oh, het... Goed zo. Konden we bijna jouw saxofoon zien? Ja, sorry. Ja, inderdaad, ja. De laatste minuten tikken aan. Het is iets voor vijven. Dat betekent dat zometeen het echt losgaat. Na 25 jaar de meest originele bezetting van Exit weer op het podium. Wat doet het met jullie jongens? Ja, toch een beetje zenuwachtig. Echt waar? Ja, een klein beetje. Ja. Ja, het publiek is goed. Het is goed opgewarmd. Een prachtig artiestenpakket in het begin van in het voorprogramma. Ja, Jacques, ik heb toen straks nog even met Theo ook gesproken. Over wat gebeurt Theo. Nee, diegene met die lelijkste tanden. En wat gebeurt er nou na 1 juni? Gaat Exit nou, kunnen we Exit gaan boeken? Ja, Jacques zei net van wel. Wat mij betreft wel. Wat mij betreft ook. Maar je krijgt het al heel erg druk, hoor ik. Jawel, maar dit is iets wat nostalgie is, wat altijd een rode draad in mijn leven is geweest. Ik praat even voor mezelf. Maar ik denk dat we gewoon doorgaan, tuurlijk. Nou jongens, we hebben in de afgelopen weken de Exit gevolgd. We hebben hilarische taferelen meegemaakt, gezien, gelachen, gebuld. We hebben soms ook grof gedaan. Maar we zijn uiteindelijk wel beland waar we nu moeten zijn, want over een kleine 10 minuten is het zover. Paul. Ja. Over 10 minuten gaat het beginnen, hè? En heel spannend. Is het voor jou ook een begin? Stel voor dat ze door zouden willen met Exit. Ga je dan mee in de gang? Als ze me nog willen hebben, dan graag, ja. Ja, meen ik echt, ja. Paul? Ja, absoluut. Laat mij verstaan, anders wil ik het ook wel in het Vlaams doen, hoor. Wat je zei? Nee, ik vind het geweldig. Super. Super. Dus, ja, het is echt een vriendenclub geworden. En, ja, super. En spelen ook is... ja, ik heb nu al een kick. Ik wil echt beginnen. Ik moet nog beginnen en de kick is er al. Geldt dat voor iedereen? Is het ook voor jou, Jacques? Ja. Ik heb heel erg naar deze dag toegeleefd. Ik was vanmorgen 6:15 op. Dat gebeurt me... Dat is me in 30 jaar niet gebeurd. Maar vanmorgen was ik 6:15 op. Ja, toch een beetje zenuwen. Nou ja, goed, ik bedoel, alles is er. Publiek is binnen, fans. Ik heb met heel veel mensen gesproken en die verwachten nogal wat van jullie, Jacques. Want ja, is die nog bij stem de stem die wij zo vertrouwd vroeger vonden? Nee, helaas. Dat is over, hè? Dat zegt ook, ja. Het is nou meer Heintje, hoor. Ja. Ik heb een strakke broekje ook niet meer, hè? Nee, ik ben zo strak. En ik vind, moet eerlijk zeggen, de blouse vind ik prachtig, maar ook wel aan de wijde kant. Want ik denk dat Theo wel zie gewoon erbij kan. Nou, daar zijn we wel heel dankbaar voor. Ja, absoluut, absoluut. Nee, tuurlijk. Ja, je bent de laatste die er eigenlijk bij is gekomen. En je bent ook wel de rustigste van het stel. Nou, ik heb nog niks te zeggen, eigenlijk. Nee. Als een ander aan de pilsje zit, dan zit ik aan de koffie. Ja, dat is lekker. Ja, dat is ook. Ja, dat is het geheim dan. Ja. Mijn oma vroeger zei altijd van koffie wordt lelijk. Als je dood bent, pas. Oh. Dus dat... Voorlopig nog niet, hè? Maar jij het allemaal onder controle, want die saxofoonpartijen was natuurlijk wel een heel... Ja, een erkenbaar iets in Exit. Ja, dat heb ik allemaal uit moeten zoeken thuis. Nootje voor nootje, opschrijven. Dat is een hoop werk geweest. Spijt van? Nee, want muziek is mijn leven, hè. Ja, ik ken niks anders, ik heb twee linkshanden. Dus moet iets, hè. Ja, zo is het. Nou jongens, nog even. Ja, ik hoor nu dat Henk Benaar is net afgelopen. Dus nog een paar minuutjes en dan... Jeetje man. Dat ik allemaal slipjes op het podium heeft, wat zal er gebeuren? Nol, zijn er al vrouwen geweest die om alimentatie gevraagd hebben bij ons? Nou, voor Wout wel. Oh. Ja. Hoezo dat? Ja, ik weet niet, ik kwam er een aan en die, ik moet Wout hebben voor een stuk alimentatie over de afgelopen 25 jaar. Ja, dat zou goed kunnen, daar weet ik niks van natuurlijk. Ik zeg niks. Nee man, je bent hartstikke gelukkig getrouwd. Ja, tuurlijk. Hond. Prachtig. 11 juni in het... Dan krijgen we het programma Kar. Ja. En dan ben ik de gast in Kar, ja. In de Keulse Kar, hè, in Den Bosch. Ja. En dan vroegen ze mij om een gast mee te nemen. Oké. Ja, is er ook bier bij dan? Vast. Jawel, ja, dat is wel een biertje. Dan pakken we samen nog een pilsje dan? Jazeker, nou, meer dan één. Op een dinsdag, hè? Dinsdagavond. Ah, super. Nou. Kunnen jij 11 juni? Ja, dan ga ik gewoon tijd voor maken bij jou. Dan maken we tijd. Dan maken we gewoon tijd. Gaan we samen daar naartoe? Ja, dan gaan we samen daar even naartoe. En dan maken we die in Noorgoos, die maken we het onmogelijk. Ja, die komt daar niet meer uit zijn woorden. Die komt niet meer uit zijn woorden. Die komt niet meer uit zijn woorden. Die kan rurren, karren wat die wil, maar dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Nee, die komt gewoon niet meer uit zijn woorden. 11 juni, Keulse Kar, bij het programma Kar. Goed zo, met Kar. Kan het ook. Hij kan het ook. 11 juni, Keulse Kar. Tot dan.
Ergens nummer 4 in de hitparade met een waanzinnige hit. Was ook ooit de enige hit. En hij leeft nog steeds bij die Bossenaren. Nog steeds.